zijn nu in Zegveld op het KTC. En hier wordt eigenlijk heel veel onderzoek gedaan aan veen en veengebieden. Ja, om te kijken hoeveel het veen hier daalt en wat er allemaal mee mogelijk is. En hier worden ook regelmatig veenmonsters gestoken voor diverse veenonderzoeken. En vandaar dat wij hier ook terecht konden om onze veenprofielen te gaan maken. Het doel van het onderzoek is om de veengebieden meer in het onderwijs te kunnen betrekken. En ook meer visueel in het onderwijs te kunnen betrekken. We hebben heel veel bodemprofielen die we al gebruiken. Alleen dat zijn vaak de zand- en de kleigronden. Maar niet de veenprofielen, omdat deze gewoon lastiger zijn om te maken. Maar ook veel fragieler zijn, dus ze gaan veel sneller kapot. Dus vandaar dat we nu gewoon weer nieuwe veenprofielen moeten gaan maken. Hoe gaan we te werk? Nou, we gaan eerst een locatie zoeken waar we een gat mogen maken om de veenprofielen te kunnen steken. Dan gaan we kijken wat voor type veen daar zit en of we daar wat aan hebben. Of we dat veen niet al in een profiel hebben zitten. En vervolgens gaan we daar daadwerkelijk een gat maken. We moeten een pomp erbij hebben om te zorgen dat het grondwater niet te veel omhoog komt. Want dan kunnen we daar niet meer in werken in dat gat. Dan gaan we één kant van het gat helemaal netjes recht afsteken. Daar maken we leggen we een mal tegenaan. Dan snijden we eigenlijk dat stukje helemaal uit de muur. En dan kunnen we eigenlijk gewoon dat veen zo opvangen en meenemen. En vervolgens wordt het in de vriezer gelegd. En in die vriezer gaat het eigenlijk helemaal bevriezen / opdrogen. En vervolgens komt daarna een nabehandeling. En dan hebben we een veenprofiel. Even heel kort gezegd. Ook in het buitenland zijn er veenprofielen gemaakt. Onder andere in Indonesië heb je ook al uitgebreide veengebieden waar dit gebeurd is. Deze veenprofielen kun je ook online allemaal bekijken op de website van het ISRIC. Dat is www.isric.org. Daar kun je alle veenprofielen digitaal terugvinden. Die veenprofielen die hebben dus best wel een lange nabehandelingstijd nodig. Hè, want ze moeten tenminste al 8 weken in de vriezer liggen voordat we ermee verder kunnen. Dus het duurt wel een aantal maanden voordat dat de profielen die we hier gestoken hebben vandaag klaar zijn om aan de muur te hangen. Het steken van veenprofielen doen we niet zo vaak. Het is best wel lastig om het te steken. Het veen is ontzettend kwetsbaar ook. En daarnaast, niet iedereen wil zomaar zo'n enorm gat hebben in zijn veenperceel. Omdat je daar echt gewoon daarna nog altijd last van hebt. Dus dit soort veenprofielen worden eigenlijk maar heel zelden gemaakt in Nederland. Dit project is geïnitieerd door de provincie Utrecht. De subsidie komt dan ook vanuit de provincie Utrecht en vanuit de regio-deal. Het NKB is hierbij betrokken, bij de organisatie van het geheel. En ze helpen om samen met Eres de kennis over de profielen en de kennis over het maakproces en überhaupt over veengebieden gewoon veel wijder te gaan uitdragen.